Zo, daar ben ik weer. Wat hebben we allemaal gedaan? We zijn naar de rechtbank geweest. Ja, dat is gek. We zijn bij Paagman geweest, Kees van Kooten. Vol een lange transparante plastic doos met hokjes die gesloten en geopend kunnen worden middels betrouwbaar klikkende dekseltjes. En natuurlijk bij de intocht van de stoomboot. Steek je banden lekker. Steek je banden lekker. Steek je banden lekker. Voor de rest wordt deze week Jeffrey Huff legt onder het mes, zoals iedereen weet. En wij wensen onwijs veel sterkte en wetenschap. Samen met anderen opzettelijk heeft getild hennepplanten over de kant van Kouwhof nummer 10. Subsidiair is, ik meen het beter ben, is het telen van hennep te lastig gelegd voor medeplichtigheid. En dan heeft de medeplichtigheid daarin bestaan, de planten heeft verzorgd en de planten water heeft gegeven. Dan het tweede feit dat meneer te lasten is gelegd is het feit dat hij samen met anderen op 24 januari 2014 in Wijswijk 260 hennepplanten aanwezig heeft gehad. En subsidiair is dit te lasten gelegd als medeplichtigheid. Ja, ik kan niks anders zeggen. Nee, ja, maar ja, dat is haar getroffen, dat klopt. Dat was voor mij, ja, daar maakte ik harsolie van. Ja. Om mensen te helpen, er zitten er een paar in de zaal. Dus. Dat verkoop ik niet, dat geef ik weg. Ja. Ja. Maar ja, die bestaat niet, hè. En ik besta wel. Ja, gelukkig wel voor die mens. Heel wat potjes en grammen, want ze hebben een hele hoop zieke mensen. Die huisolie weggeven, dat doe ik al 3 jaar. Ja, ik denk, dan heb ik meer olie om het te maken. Alles brandde prima. Nou, de stoomboot komt eraan. Heb je vuur? Oh. Heb je? Ja, zit ze achterna. Steek die banden lekker. Steek die banden lekker. Steek die banden lekker. Ik zou een boek over cartoons maken, omdat ik de fraaie, zorgzame, prachtig getekende ouderwetse